NEC is het nieuwe seizoen gestart op zondag 26 juli met een eerste training in het Goffertstadion. De eerste training werd bijgewoond door zo'n 350 supporters die de spelers onder luid applaus ontvingen. Trainer Rogier Meijer was blij om weer op het veld te staan en kijkt uit naar de eerste wedstrijd sinds maart. Ja, prima. Ik heb er wel een positief gevoel aan overgehouden. Hè. Lekker in het stadion, lekker weer om te trainen, goed veldje. Wat mensen op de tribune, ja, eigenlijk perfect voor mij. Ja, ik denk dat als we straks beginnen, de laatste wedstrijd was 9 maart. We beginnen 1 augustus, er zit een lange tijd tussen. Dus ik denk dat we moeten wennen aan het spelen van wedstrijden. Nou, we hebben een opbouwend niveau. Dus je kunt denk ik goed wennen aan het feit van wedstrijden spelen. En uiteindelijk ook weer opbouwen richting de eerste wedstrijd. Dus dat is wel een bewuste keuze, ja. Ja, goed. En ik denk wel dat ze fit zijn. Dus dat komt wel goed. Bij de training ontbraken nog 2 namen. Die van Edgar Barreto en Matthias de Wolf. Ja, hij heeft een blessure en hij is daar in de revalidatietraject. En ik weet niet precies hoe snel hij hier is, zeg maar, omdat ik dat niet echt kan voorspellen. Maar hij is op de weg om hier naartoe te komen, zou ik maar zeggen. En Erka zou aankomende donderdag aansluiten. Ook aanvoerder Rens van Eijden was blij om weer na een korte vakantie op het veld te staan. Ja, even wennen weer, maar lekker om weer op het veld te staan natuurlijk. Ja, 8 dagen vrij gehad, even een kopje leeg kunnen maken, zoals je dat zo mooi zegt. En nu 5 weken voorbereiding tot Cambuur. Voor Rens is het duidelijk wat de doelstelling is voor komend seizoen. Ja, de doelstelling zal zijn top 5. We moeten natuurlijk inpassen. Veel nieuwe jongens erbij. Veel jongens die weg zijn. Nieuwe staf natuurlijk. In die zin staat er voor ons een hele mooie uitdaging te wachten. En laten we voor nu aan elkaar wennen zo goed mogelijk. Die competitie proberen te starten. En dat is de enige mogelijkheid die we nu hebben. Dus schouders eronder, samenwerken en een eenheid creëren om uiteindelijk gewoon een mooi seizoen te maken. De selectie is al aardig compleet, al wordt er nog wel versterking gezocht voor de linksbackpositie. Ja, we zijn nog wel bezig om te kijken van waar we ons nog kunnen versterken. Hè. En dat is een positie die we eigenlijk nu enkel bezet hebben, hè, met Soufiane. Dus dat is zeker een positie waar we naar kijken. Voorin zullen we nog kijken. Misschien gaat er ook nog wat weg. Hè, dus dan zullen we nog wat kunnen doen. Maar ik ben al wel tevreden met het team wat er is. Maar we kijken natuurlijk altijd om te versterken. De eerste oefenwedstrijd staat gepland op 1 augustus. De competitie begint voor NEC uit tegen FC Cambuur op 28 augustus.